Mexico, Mexico. Een feestelijke sfeer, maar met een serieuze boodschap. De 4000 demonstranten protesteren tegen een te hoge werkdruk. MBO-docenten uit heel het land klagen over een onwerkbare situatie op het MBO. Het loopt einde van het schooljaar en ik ben nu al heel moe. Ik hoop dat de zomervakantie snel aanbreekt. Eigenlijk wou ik niet eens stagen, want dan doe je de studenten weer tekort. Maar het moet gewoon. Het kan gewoon zo niet meer. Wat komt u tegen op de werkvloer? Aandacht tekort voor studenten. Ze hebben allemaal een rugzak en daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. En dat kan niet. Dus je moet veel in privé tijd doen, maar daar heb je natuurlijk wel voor over. Want we werken met ons hart, gelukkig. Ik ben wel een beetje bang voor een burn-out. Terwijl mijn hart ligt in het vak. Dus ja. Ja. Op het randje. Weet je wel op het moment. Ja. Goeie CAO voor het MBO. Goeie CAO voor het MBO. Kom op. De werkdruk moet dus omlaag. Anders gaat het ten koste van het onderwijs en de leerlingen. Maar de werkgevers hebben andere prioriteiten, vindt Helen van den Berg van CNV Onderwijs. En werkgevers kiezen niet voor mensen, maar die kiezen voor mooie schoolgebouwen, veel overheid, dure bestuurskantoren. En wij zeggen kies nou voor mensen, want de werkdruk is enorm hoog. En je pleegt eigenlijk gewoon roofbouw op de mensen die daar werken. De stakers hebben al aangegeven dat er nog meer acties zullen volgen als de MBO-raad niet op de eisen ingaat.